Hoe oud is dit schip? 133 jaar. En hoe oud bent u zelf als vrouw? 61. Het is toch een duidelijk verhaal. Een haven is voor allemaal. Voor jou op de wal, voor hem op de boot. De bakker verdient er zijn brood. En wil je flaneren, mevrouw? Dan is heel de haven van jou. Want wat is er nog mooier dan dit plekske hier aan de haven? Wat is er nog mooier dan dit plekske aan de Vliet? Er is een juweeltje voor de stad, een groeidiamantje. Vertel me, hoe vaak moet je dit nu... Moet je daar met de oliekan bij? Om de twee uur. Om de twee uur. Even met oliespoutje zo. Dus dan, mag je, dan kun je bijna alleen niet varen? Nee. Je moet altijd met z'n tweeën varen. Je moet een machinist erbij hebben? Ja. En is dit ook de originele motor? Nee, van origine zat er een stoommachine in. Stoom? Ja. Ja. En deze motor varen we sinds, eens even kijken, 12 jaar. 12 jaar. En wat voor een merk is dit? Een Deutz. Deutz. 160 pk Deutz. Ja. En hoe start je die? Op lucht. Op lucht. We hebben daar een compressor staan. Maak eerst 30 bar lucht mee en dan kun je hem daarmee starten. Alleen lucht of heb je daar ook nog lonten mee nodig? Nee, alleen lucht. Alleen lucht? Ja. Dus als er wat fout gaat, je hebt geen lucht meer, dan is het afgelopen? Ja, dan is het gebeurd. Dan moet je eens lucht gaan maken.